Vandaag hebben we de petitie Opslag Duurzame Energie aan de leden van de Tweede Kamer uitgereikt. ...1500 handtekeningen staan daaronder. Omdat wij tegen de tariefverhoging zijn van 177% voor het middenschijf tarief elektriciteit voor 400 bedrijven. Komende dagen vindt dat Kamerdebat plaats. En nogmaals, ik roep u op om uw situatie van uw bedrijf over de opslag duurzame energie te brengen via de mail bij die Kamerleden. Dan beïnvloeden we ze nog beter. En de aanwijzingen kunt u volgen op onze website. Een ander groot vraagstuk wat u iedere dag bezighoudt is gewasbescherming, plantgezondheid. Het ministerie heeft dat ook ingezien. En daarom hebben zij de maatregelen in ieder geval overgeheveld naar het voorjaar 2020. Daarbij is het belangrijk dat we duidelijk maken aan het ministerie waar het ons om gaat. Het gaat ons inderdaad om weerbaar telen, toelating van biologische middelen en natuurlijk ook onze medicijnkast. U als bedrijf moet daarvoor de tijd krijgen om die maatregelen goed in te vullen, want anders gaan we de verkeerde kant op. Heeft u ideeën? Laat het mij weten.